is to open her campaign on this apparatus. Australian Institute. Jackie struggled with this routine a little bit in practice this week. It's a tough one, packed full of difficulty, starting off with a sharp Komenichi flip. I love this combination. Eagle Giant into Eagle Endo. Look here. Healy right into her Jaeger. Beautiful combination. Heading down to the low bar with a packed Salto. Just the dismount, gaining speed here, back in full out. Australië dus op de evenwichtsbalk. Australië dat na één toestel op de derde plaats staat achter Spanje en Oekraïne. Elfde werd Australië bij de vorige wereldkampioenschappen 2 jaar geleden in Lausanne. En ze waren er ook bij in Atlanta bij de Olympische Zomerspelen in 1996 en toen werd Australië tiende. Prachtige combinatie. Wordt hoog gewaardeerd door de jury. Dit soort combinaties, dat levert bonuspunten op. Ook die combinatie is fraai, salto voorwaarts niet stilstaan, maar onmiddellijk daar een gymnastische sprong achter maken. En dat geeft ook weer extra bonuspunten. Australië is volgend jaar natuurlijk gastvrouwen bij de Olympische turnwedstrijden in Sydney. En wil zich dan ook heel sterk kwalificeren. Deze eerste ronde, kwalificatieronde met 5 landenteams, er zijn in totaal 39 landen die in China deelnemen, is buitengewoon sterk.